Hey, goedemiddag iedereen. Het is 2 uur, dus we gaan beginnen. Welkom bij deze groene paper webinar. Het gaat over de clean offices. Een groene paper is het duurzaamheidsevent van MBO, HBO en WO. En bestaat eigenlijk al heel erg lang, maar niet altijd onder dezelfde naam. We doen dit georganiseerd groene paper met een heleboel organisaties, waaronder het Groene Brein, Studenten van Morgen, RVO... De Duurzaam MBO en ook SURF. En ik ben zelf van SURF. En twee mededelingen. Deze sessie wordt opgenomen, wordt al gedaan. Dus als je niet met je hoofd in beeld wil komen, moet je even je camera uitzetten. Dat geldt niet voor de sprekers. En als je vragen hebt, die kun je in de chat stellen. En die kun je gewoon gedurende de hele presentatie. Er zijn genoeg mensen om de chat in de gaten te houden. Stel gewoon je vragen daar en dan... Nou, bij deze wens ik de sprekers heel veel succes met hun sessie. Dank je wel. En misschien gelijk een goede om te doen wat ik niet weet. Namelijk, als je niet aan het woord bent, doe graag je microfoon uit. En andersom, zeker voor de sprekers, als je wel aan het woord bent, doe zeker je microfoon aan. Welkom allemaal. We gaan het hebben over mbo-onderwijs en green offices. En wat gelijk al helemaal raar is, is dat ik degene ben die het bal opent, want ik ben van de Hogeschool van Amsterdam, wat niet mbo is, maar ik ga uitleggen hoe dat zit. Allereerst, de meeste mensen die aan het woord zullen zijn, zijn van het ROC Amsterdam. Wat het is en wat ze allemaal doen, dat wordt zo meteen zeker verteld. Ik heb wel eens gevraagd om nog een voorbeeld van een ander soort green office te geven, dus dat zal ik vandaag doen. En helaas is ons team getroffen door ziekte en is Annika, die dit mooi voor zou zitten, helaas niet aanwezig. Maar zij is wel degene die het hele mooie programma en de fantastische studenten en mij, misschien iets minder fantastisch, bij elkaar heeft geraapt om deze informatie naar jullie toe te brengen. Nogmaals, het is best wel heel dynamisch. We hebben een student aan het woord. Diewertje is er. Ik ben er vanuit de HVA. Dus schroom niet om een vraag in de chat te stellen. En die zullen gewoon door de presentaties heen worden gevuurd. Dus dat is heel spannend. Wat gaan we doen? Allereerst willen we even openen met wat feest in de chat. Er staan hier 5 minuten voor, maar ik geloof in jullie. Ik denk dat dit veel sneller kan. Een grote voordeel van online meetings is dat voorstellen heel snel kan. Dus ik wil heel graag even weten, wie ben je? Dit wordt de opdracht. Wie ben je? Wat is je rol? En wat verwacht je van de workshop? En daarna zullen we kort eventjes wat inleiding geven over wat een green office is en wat we doen. In het bijzonder bij het ROC Amsterdam. En dan hebben we nog genoeg tijd voor vragen. En dan gaan wij onszelf even wat huiswerk geven. Namelijk, wat hebben jullie nodig van een green office? Zodat wij ook weten wat we moeten doen. Dat is even heel snel het programma. Maar allereerst, stel je voor. Wie ben je? Wat is je rol? En wat verwacht je van deze workshop? Graag even in de chat. En misschien kan een van jullie, Diewertje of een van de studenten, eventjes, terwijl de dingen binnendruppelen in de chat, daar even een paar uitpikken die je extra leuk vindt. En die kan je dan even voorlezen. Want ik kan de chat niet zien als presenter. Joey of Rumi, een van jullie kan even vertellen wat er in de chat geschreven wordt. Oké, er komt veel binnen. Laten we beginnen met de eerste, van Diewertje zelf. Nou, ze hoort bij het strategische transitieteam van het ROC van Amsterdam en Flevoland. En zij kijkt er naar uit om andere verhalen te horen. We hebben Lenneke Lamboy, als ik het goed uitzeg. Die is docent verpleegkundige Hogeschool Rotterdam en die zit even in de auto. Marike Bos, projectleider verwachtingen. Hoe kan de Green Office in het MBO eruit zien? Want zij kent voornamelijk HBO en van de UT. En zij is zelf van ROC van Twente. Susanne, LEC projectleider en duurzaamheid bij ROC Midden-Nederland. Ze is net begonnen en heeft een nieuwe functie. Oh, hier hebben we Tobias, werkzaam bij de Green Office Movement als ondersteuner.
Ik hoop in deze workshop meer te leren over hoe de clean-ups in het MBO worden toegepast en wat de ervaringen van de studenten zijn. Ze zeggen, pak er nog één favorietje uit en dan gaan we door. Ja, nou, Mirjam Pruis, adviseur, burgerschap en duurzaamheid. Lid van het expertteam duurzaamheid dat zich bezighoudt met het verduurzamen van... Met het verduurzamen van het Alpha College in Groningen. Vanuit die rol interesse in hoe een clean-up op de andere ROC's georganiseerd zijn. Kijk, volgens mij zitten de meeste mensen goed, Joey. Want volgens mij gaan we dit wel ongeveer vertellen. Dus daar ben ik blij om, want anders hadden we een probleem gehad. En dank je wel. We gaan heel veel horen over hoe een clean-ups bij ROC Amsterdam vorm heeft gegeven. Een hoop collega-ROC's die er zijn, dus dat is heel interessant. En de Green Office Movement is er ook. We beginnen heel kort even bij wat is een Green Office? En dan beginnen we bij jullie. Dus wie mag ik ook weer het woord geven? Jullie zijn met z'n drieën, hè? Dat is moeilijk voor mij. Oh nee, we beginnen met een filmpje. Heel goed, we beginnen met een filmpje. Moet ik op klikken? Excuses. Green Office is een plek voor en door studenten die zich in willen zetten voor duurzaam mbo-onderwijs. Onder duurzaamheid verstaan wij de 17 Sustainable Development Goals, de 17 SDGs. Deze gaan onder andere over extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Samen met de coaches van de Green Office zetten stagiaires van verschillende mbo-opleidingen zich in voor deze goals. Door trainingen te organiseren, actie te voeren, lesprogramma's te ontwikkelen en door deze te geven aan docenten en studenten. Door ambassadeursmeetings te organiseren, door het te staan op medewerkersdagen, acties en activiteiten in de pauze te organiseren. Nieuwsbrieven te schrijven. Door verschillende duurzame organisaties te binden aan onze colleges. Door via sociale media te informeren en te inspireren. Dit allemaal om duurzaamheid te verankeren in het ROC van Amsterdam, Flevoland en Lelystad. Wil je ook een Green Office op jouw college? Of weer met ons samenwerken. Neem dan nu contact met ons op. Heerlijk filmpje. Met, ik zag, en Femke Halsema. En onze Green Office ook nog. Hartstikke leuk. Wie mag ik het woord geven? Nou, ik kan wel een stuk zeggen. Nou, wij zijn dus Green Office van het hele ROC van Amsterdam en Flevoland. De Green Office is een intern bureau van voornamelijk studenten en een paar docenten die zich bezighouden met... duurzame vraagstukken binnen in de organisatie en in ons onderwijs. Wij willen als Green Office de stem van de student en medewerkers laten horen met betrekking tot de 17 Sustainable Development Goals. Wij willen graag een duurzame gedragsverandering teweeg brengen bij studenten en medewerkers. En duurzaamheid laten verankeren binnen in de organisatie. De Green Office bestaat dus uit 17 studenten, waaronder ik, Rumi en ik, en twee medewerkers. Ons netwerk bestaat uit ambassadeurs, roergangers, teams, medewerkers, studenten van 12 colleges. En er is een hele Green Office Movement uit Unit Green, Grofzuid, Green Office, Fox, Centrum en tenslotte West die binnenkort eraan komt. Oké, nou, als Green Office houden we ons bezig met allerlei zaken zoals de campagnes, bijvoorbeeld over de Week zonder vlees, Week tegen racisme, Week van de circulaire textiel en Week van de mentale gezondheid. We houden ons bezig met pauzeactiviteiten in de kantines waarbij studenten betrekken bij de thema's die wij gaan houden. We ontwikkelen lessen die docenten kunnen geven aan de studenten, maar zelf, die we zelf ook geven.
We houden workshops, gastsprekers, projectweken, studiedagen, etc. Evenementen voor ambassadeurs, projecten zoals pop-up winkels. En ja, dat doen wij als Green Office zo'n beetje. Ja, we werken samen. We proberen steeds meer ook extern te werken. Zo hebben we meegedaan de RAI donatieprogramma. Zijn we uitgenodigd. En hebben we samengewerkt met Young Impact. En we werken nu ook samen met Nieuw Amsterdam. Dus we proberen steeds samenwerkingen te doen met externe bedrijven. En kijken of we samen binnen het ROC ook dingen kunnen doen. Zo hebben we bijvoorbeeld de Vegan Food Truck gewonnen van Young Impact. Zij zijn langsgekomen. Hebben we heel veel studenten over gehad om vegan te gaan eten en dat te promoten eigenlijk. En het was een groot succes. En mijn andere twee collega's die gaan vandaag bijvoorbeeld de les geven over het RAI donatieprogramma waar we aan meededen. Zo proberen we steeds verschillende bedrijven te vinden en samen te werken. Dit is tough to follow in het goed. Hebben jullie alles verteld? Ja, tough to follow in het goed Engels. Moeilijk te volgen dit, want wij zijn heel anders georganiseerd. Maar ik ben echt wel onder de indruk van de activiteiten van ROC Zuid. Dus laat je daar vooral door inspireren. Mij was gevraagd om kort even wat te vertellen over hoe we het bij de HVA doen. We zijn niet voor niets buren. Ik kan nou het ROC zien, zeg maar, vanuit waar ik nu zit. En we werken dus wat dat betreft ook graag samen. Wij hebben hem iets anders ingericht. En nee, dat is altijd gewoon een keuze per onderwijsinstelling. Wij werken ook aan duurzame ontwikkeling. We hebben ook de SDGs als leidend voor onszelf. Wij hebben zowel studenten als medewerkers die daarin werken. Misschien ook wel een beetje als voorbeeld, vanuit het voorbeeld van jullie, proberen daar wel wat meer nadruk ook op de studenten te leggen de laatste tijd. Dus dat is interessant. We proberen zowel in de top te werken van de organisatie, dus ervoor te zorgen dat beleid aanpast, dat er wat meer moet af en toe, dat zij snappen waarom het belangrijk is om aan vegan kantines te werken, dat soort dingen. En aan de andere kant proberen we door het netwerk heen mensen in de organisatie die iets met duurzame ontwikkeling doen te helpen. Daarnaast hebben we een vastlopende presentatie. Een hele leuke open en transparante locatie. Ook dit enorm gejat van ROC, want zij hebben een hele mooie locatie in de centrale hal van een gebouw hier bij de Bijlmer. Dat wilden wij ook, een transparante, vrolijke, aantrekkelijke organisatie waar je dingen kan organiseren en mensen heel vaak zomaar binnenkomen lopen, wat heel fijn is. Daarnaast hebben we drie grote evenementen die ik in het Engels op staan, omdat dat wel een beetje de voertaal is vaak bij ons. Dus als je de slides terugleest, excuses. We hebben een prijsvraag voor duurzaam studentenwerk. Als je iets tijdens je studie doet wat met duurzame ontwikkeling te maken heeft, dan kan je je aanmelden en dan kan je die prijs winnen. Mocht je HVA-studenten kennen die zoiets doen, nodig ze vooral uit, want de aanmeldingen zijn nu open. We hebben een Sustainability Ambassador Program. Dat is een soort ondersachtig programma waar je het hele jaar door aan je eigen project kan werken om ook de HVA te verbeteren. Mocht je dat interessant vinden, kijk even naar de sessie als schoolvoorbeeld van dinsdag. Kan je vast terugkijken, want daar heb ik er heel veel over verteld. Oh, en daar gaat de presentatie. Dat is jammer. En we hebben de Global Goals Jam, terwijl ik netjes weer mijn scherm deel. Wat een tweedaags evenement is, ook georganiseerd door studenten. Waarin, goed, kun je mijn scherm weer zien, waarin studenten en medewerkers van, ik hoop ook, ROC Amsterdam en de HVA en ook de VU, dat is een van die samenwerkingen, samenwerken aan duurzame uitdagingen van bedrijven of andere partners. Erg tof. Ik zou zeggen, Google het. Daarnaast organiseren we meetups, gewoon lekker makkelijk. Verdeel maar waar je mee bezig bent en kijk of je iemand kan vinden die kan helpen. Ik weet niet waarom mijn presentatie er elke keer uitvliegt als ik op het pijltje klik. Dat is wel jammer. En zoals ik al vertelde in het begin van mijn spreekbeurt, want het is bijna klaar, geen zorgen, is dat wij ook in de top van de organisatie werken aan beleid. En we hebben een dashboard gecreëerd om eigenlijk een beetje houvast te geven aan beleidsmakers hoe je dit hoe je aan duurzame ontwikkeling kan werken en welke doelen daaraan vast horen te zitten. Zo, hè. Dat was ons spreekbeurt. Voordat we in groepjes uiteen gaan, horen we graag nog wat vragen. En iemand heeft de chat in de gaten gehouden, dus dat gaat geholpen worden. Ja, nu nog geen vragen in de chat, of wel?
Ja, er gebeuren wel dingen in de chat. En ik zie dat Joey en Roemie ook via de chat al een aantal dingen aan het beantwoorden zijn. Dus dat is lekker. Heel mooi. En wat misschien wel leuk is om aan te vullen. Nee, ik behoor dus bij de club ROC van Amsterdam en Flevoland. En ben 3 jaar begonnen met het onderwerp duurzaamheid. En dacht, dit gaan we integraal overal een plek geven in de organisatie. Maar hoe begin je dan? En wat een van de... werkende mechanismes is geweest door continu studenten mee te nemen aan iedere tafel van het gesprek. En van daaruit kwamen we erachter, HBO's, WO's hebben allemaal green offices, MBO's eigenlijk nog niet. Maar laten we dit op zo'n manier gaan inrichten en ook faciliteren. En daarmee kom ik ook op een van de vragen uit de chat van hoe doen studenten dit terwijl ze ook nog school volgen. We hebben dus het centrale green office waar Joey en Roemie in zitten. Dat is echt een stagebedrijf geworden. Dus het is een leerwerkbedrijf binnen de school. Maar we hebben verschillende decentrale green offices die dat op verschillende manieren inrichten. Het kan een deel zijn van onderdeel van een studentenraad. Het is bij een in Lelystad hebben we een groep die vanuit een keuzedeel enthousiast is gebleven. Die komen elke dinsdag met pizza's 's avonds bij elkaar. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om er naar te kijken. Wat er bij ons wel... Waardoor we dus weer, het is zo leuk om dat contact met de HVA en andere instellingen te hebben. Bij ons is Green Office heel erg student run. Met een coach erbij. En bij de HVA, Thijs, als ik het goed begrijp, volgens mij, is het heel erg student en staff based. En wat het dus bij ons is, dat die studentbeweging opgaat in een grote beweging. Want die is er ook. Dus het is... een orgaan in de hele beweging. En bij de HVA zit het wat meer gekoppeld ook aan die beweging binnen de organisatie. Ja, ja, bij ons zitten dat dichter bij elkaar. En dat heeft een voor- en nadelen hoor. Want ik denk dat de studenten misschien bij ons wat minder ruimte krijgen. Dus dat is ook interessant als je eentje op gaat zetten in je MBO. Dat je daarover nadenkt. Voordeel is wel, als je nieuw begint bij de Green Office. Dan ken je nog niet de hele organisatie. En over het algemeen, met alle respect... zijn onderwijs- en kennisorganisaties extreem ingewikkeld. Dus is het wel heel fijn als er een medewerker is die kan zeggen... oh, maar dan moet je gewoon John hebben. John die zorgt er wel voor dat je je mooie boodschap... op alle digitale schermen in het gebouw kan krijgen. Dus dat heeft zijn voordelen. En wat ik ook nog wel wat interessant is... hoe krijg je die studenten... hoe doen die dat naast hun studie? Bij ons worden ze allemaal betaald. Gewoon een student-assistent baan. Omdat wij vinden dat... het is dan in plaats van je bijbaan, want anders is het ook te veel. Dus dat is bij ons erg belangrijk. Stage is inderdaad ook wel een optie die we af en toe gebruiken. Dat ze dan wat langer, wat meer fulltime erbij kunnen zijn. Welke opleidingen? Ja, kunnen jullie dat vertellen? Roemie, kan jij vertellen van welke opleidingen de afgelopen jaren... Ja, ik had het net... Ik heb hem net beantwoord. Maar wij hebben van verschillende opleidingen. Dus we hebben deze keer voor het eerst een e-commerce student gehad. Media vormgeving hebben we, media redactie en event producers hebben we ook heel veel. Dus ik ben zelf een media vormgeef stagiair bij Green Office. En eigenlijk is dat wel een soort kern in het Green Office. Je kan ook vanuit secretarieel aansluiten, maar we hebben een keer een apart programma gedraaid met allerlei studenten uit de fashion. Dus maar je moet dus wel organiseren als je een leerwerkbedrijf bent, dat je ook voor die processen erkend bent. Ja, wij hebben ook proberen zo divers mogelijk. Misschien is dat het antwoord. En dat lukt niet altijd, want we zijn erachter gekomen dat onze international business studenten extreem enthousiast zijn om met dit soort dingen bezig te zijn. Dus daar hebben we altijd een oververtegenwoordiging van. Het is maar net. Reality checken wil ik nog wel even benadrukken. Want laatste dan. Het filmpje geeft heel erg aan alsof jullie geboren klimaatactivisten zijn. En al met die SDG's je leven lang bezig bent. Veel studenten in Green Office zoeken gewoon een stageplek. Maar Joey, kan jij daar iets over vertellen? Of Roemie, van dat je, wat voor studenten komen er in een Green Office? Moet je dan al helemaal duurzaam zijn? Nee, zeker niet. Nee, ja, totaal niet. Ik was zelf had ik niks met duurzaamheid. Ik wist zelf ook niet dat het zo'n groot onderwerp was. Totdat ik kennis had gemaakt met de 17 Sustainable Development Goals. En ik heb gewoon gemerkt dat gewoon echt overal wel duurzaamheid erbij is. Vooral is het armoede, gendergelijkheid, het onderwijs.
Dus ja, die dingen kwam ik meer over te weten. En uiteindelijk zit ik hier een presentatie te vertellen over de Green Office en de 17 Sustainable Development Goals. Plus eergisteren een sollicitatiegesprek kan je ook vertellen, want er is iets bij jou gebeurd waardoor je toekomstdromen hebt. Oh ja, nou. Met mijn coach en een mede-stagiaire hebben wij dus lespakketten gemaakt. En we hebben ze gepresenteerd tegenover een klas, het bestuur en aan een klas vol met docenten. En het ging namelijk zo goed dat we hadden veel interactie met hun. We hebben de thema's bespreekbaar gemaakt. En zij vroegen er zelf naar om voor meerdere lessen. En ja, sindsdien heeft mijn coach dus geregeld met Diewertje dat wij dus een vaste baan krijgen. Nou, we proberen het nog te krijgen. Maar dat wij dus regelmatig die lespakketten gaan aanbieden aan studenten en docenten. Zodat we duurzaamheid genoeg aandacht kunnen geven bij iedereen. Ja, want die haalt nu je diploma, maar gelukkig hebben ze dus nu bedacht van, nou, wij willen dit wel, wij kunnen iets komen brengen op school. En daar zijn we heel blij mee. En zo mooi zo'n ontwikkeling dat je dus aan de voorkant nooit had gedacht, Joey, dat je dit zou ontdekken in jezelf en ook op inhoud en als persoonlijke groei. Dus dat is wel tof. Ja, klopt. Ja. Je kan jezelf flink ontwikkelen in de Green Office en dat heb ik zelf gemerkt. Posterboy van de Green Office. Hey, Annika zou natuurlijk de tijd bewaken, maar dat doe ik dan nu bij deze. Lekker streng. We hebben 3 kwartier, we zijn ongeveer op de helft. En wij als Green Officers willen ook gewoon weten wat we moeten doen. Dus we gaan in breakouts uiteen. En we gaan eigenlijk aan een hele simpele vraag werken. Geleid door Diewertje, dat wist Diewertje nog niet, maar bij deze wel. En door mijzelf, 2 breakouts. De vraag, oké, wat moet een Green Office voor jullie in de organisatie doen? En dan, mocht je niet bij een onderwijs of instelling werken, of daar student zijn, doe dan even alsof. Wat zou een Green Office voor je moeten doen? En aan Diewertje en mij de opdracht, maar ik leg even bij iedereen de verantwoordelijkheid, om met een top 2 te komen. Want we gaan niet zo meteen, dat werkt niet, in plenair weer alles met elkaar delen. Maar we gaan even een top 2 met elkaar delen. Dus bij deze is dat de opdracht. Ik heb hem ook even in de chat gezet. 2 belangrijke dingen die jullie nodig zouden hebben van een Green Office of een duurzaamheidsprogramma of allebei. Want dan hebben wij weer wat te doen komende tijd. Dus dat is hartstikke fijn. En dan kijk ik nu naar Leonieke, want die gaat haar magic doen. Dan komen we in 2 hele goede breakouts. En ondertussen, voor al uw vragen over Green Offices, stel ik voor dat, ik weet niet of dat kan, in ieder geval ik mijn mailadres deel en misschien ook Diewertje en wat studenten, zodat de nakomende vragen nog altijd gesteld worden. Want ik ben nou vervelend dat ik dat gesprek afkap, maar er komen wel wat goede vragen langs. Roemie. Vraag, ik heb de kamer klaarstaan, maar wanneer wil je er weer dat sluit? Normaal over 15 minuten. Oké, ja. En Roemie had nog een vraag voordat we erin gaan. Ja, zou iemand misschien die vraag over de combinatie van MBO en VO kunnen beantwoorden? Want ik begrijp, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Ik ging daar net iets over typen, want dat is wel echt heel erg leuk. Het VO is de middelbare school, Roemie. En volgens mij ben jij op bezoek geweest bij het Fox College, bij Bas, meester Bas. Bas Huiberts. Nou, maakt niet uit. We hebben dus ook een VO-poot in onze instelling. En die werelden zijn best ver van elkaar gescheiden. Dus nu is het wel bijzonder dat we vanuit die Green Office-beweging... het VO zei ook, een fanatieke docent, want daar begint het mee. Die zei, dit wil ik ook. Zei, nou, moeten we dat doen? Dus er is nu 1 middelbare school die een Green Office heeft bij ons in de instelling. En misschien de voorgangers van Roemie en Joey zijn daar op bezoek geweest. En we zijn aan het kijken hoe we daar nou een combinatie van kunnen maken. Of dat je een soort peer-to-peer programma daarop kan organiseren. Dus het is nog heel erg beginnend. Maar Maartje, we denken graag met elkaar verder. Misschien zijn er nog wel andere mooie ideeën uit deze groep. Super. Ja. Leuk, heel tof. Goed, heel goed, Roemie. Scherp. Ik zou zeggen, Leonieke, work your magic. Ik weet dat het minstens 10 seconden duurt. Dus dat is 10 seconden om even adem te halen en te bedenken wat jij nodig hebt van een Green Office. Ik zou zeggen, succes en tot zo. Bruut uit de sessies getrokken. Dankjewel, Leonieke, voor de minuut waarschuwing. Dat was erg prettig. Daardoor was het niet zo bruut als dat het normaal is. Ik wil heel graag eerst Diewertje het woord geven. Ja.
twee dingen, hè. Ik mute je bij als je bij drie begint. Dus twee belangrijkste dingen die een Green Office nodig heeft. Oh god, wij gingen er best wel bruut uit. Ik denk, maar ik kan het gesprek niet helemaal samenvatten, maar dat we wel allemaal ons bewust zijn dat de stem van de student helpend is in de beweging en dat het een zoektocht is hoe je die kan faciliteren in je organisatie. In het Green Office is daar een mooie manier voor. Ik weet niet of ik antwoord geef op je vraag, Thijs. En de tweede, wat ik wel mooi vond, is dat er ook in het gesprek naar voren kwam van goh, hoe kan je het verbinden aan doorlopende leerlijnen tussen VO en verbinden met HBO. Dus daar liggen gewoon heel veel kansen. En verder had je er maar bij moeten zijn bij het gesprek. Heel goed. Worden die breakouts ook opgenomen? Dat weet ik helemaal niet. Nee. Iemand die zegt, Duwertje, you're doing a very bad job. Die wil ik nog even snel aanvullen. Graag. Nou is iedereen heel bang, durft niks meer te zeggen, omdat ik kan zeggen dat je het heel slecht doet, maar die wordt je, dat kan je hebben. Lekker bezig. Wat ik nog wel heel mooi vond wat er gezegd werd, was wat jij dus zei, die wordt je ook nog. Het ligt heel erg aan, er kwam een vraag van in hoeverre haal je nou de visie van duurzaamheid van studenten naar boven? Zijn ze allemaal met duurzaamheid bezig? En hoeverre leg je het echt op van boven? Jij zei van het is heel erg, ja, je moet echt in het begin van zo'n Green Office, je hebt als school ook een taak om de studenten die deelnemen mee te nemen in het proces, dus een groepsproces te starten en ook echt vanaf de basis kennis te laten maken met duurzaamheid. Dus je, ja, het is niet zo dat je alleen maar werkt aan, het is niet alleen maar student-led, maar het is een beetje van beide. Dus dat vond ik wel mooi. Dus het is en een leerervaring en het is ook eigen kracht ontwikkelen op duurzaamheid. Ik weet niet of ik het zo goed zei, maar... Ik zie Duwertje knikken, dus dat zit vast goed. Ik ga daar gelijk op aanhaken, want volgens mij heb ik een mooi bruggetje naar wat er bij ons... hadden wij twee, dat is mooi, we hadden twee hele belangrijke en iemand die het er mee eens was. Dus dat was heel prettig, want we hebben nog steeds twee hele belangrijke. En misschien een goed bruggetje bij ons was eentje die, ja, echt een vraag van... dat hoop ik dat een Green Office dat kan leveren, is een stem van studenten die zich hiervoor inzetten in de strategie en in de klas. Dus niet alleen aan de bestuurstafel... maar ook in de klas om docenten te trainen. Hoe kan je mij veel beter uitleggen wat de SDG's zijn? Want Joey die wist het pas toen hij bij de Green Office was. Dus dat had hij eerder en beter moeten weten. En die kan dat nu andersom. Draait hij het om door een masterclass te geven. Die vond ik waanzinnig. En de andere die naar boven kwam was... zorg ervoor dat medestudenten en medewerkers worden gemotiveerd. En dan in het bijzonder... op al die SDG's. Dus meestal gaat het heel goed in een organisatie over afvalbekertjes, maar worden diversiteit en inclusie en dat soort dingen vergeten, terwijl dat absoluut niet door de studenten wordt vergeten. Dus die twee kwamen heel erg naar boven. Ik hoop dat ik onze breakout eer heb aangedaan. En dan hebben we nog 4 minuten, waarvan ik eigenlijk wil zeggen, is er één iemand met een allerlaatste vraag voordat ik of Leonieke, weet ik eigenlijk niet, met de afronding begin? Ik wil alleen even zeggen dat ik echt wel geïnspireerd ben hierdoor. En dat ik het super gaaf vind om te horen hoe Rumeza en Joey hiermee omgaan. En hoe jullie ROC's er ook mee omgaan. Dus ik hoop dat als ik er maar een klein beetje van mee kan nemen, dan ben ik al helemaal gelukkig. Maar ik vind dat het heel tof hoe het nu voor heel erg door studenten ook wordt gedragen. Dat vind ik heel mooi. Super. Dan wil ik heel graag vragen of Diewertje of Joey of Rumi of jullie allemaal ook contact geven in de chat willen delen als jullie dat willen, zodat mensen jullie kunnen benaderen. Want dan komt er actie. Dat is ook een beetje de bedoeling van een groene paper. En dan zou ik willen zeggen, Leonieke, the floor is yours om de boel af te ronden. Ja, nou echt een hele leuke sessie. En ook wat Yvonne zei, echt heel inspirerend. En ik hoop dat er veel meer RSC's aan de slag gaan. Ook echt fantastisch om te zien. En Joey is dan wel zo'n succesnummer. Hè? Want ik weet niks en ik heb er niks mee. En uiteindelijk een promotor daarvan. Dus hartstikke goed. Heel even over groene paper. Er zijn vandaag nog 2 sessies.
Morgen is een online sessie, of een live sessie bij de HVA. Ik weet niet of je dat kan. Ja, dus dat is daar wat Thijs nu in beeld heeft. Waar we ook onder andere de Sustainable gaan uitreiken. En ook keynotes hebben. Die kun je ook weer online volgen. Volgend jaar hebben we uiteraard weer een groene paper. Die zal in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn. We zoeken nog een nieuwe host. Dus dit jaar was het de HVA. En volgend jaar mocht je denken, nou, mijn onderwijsinstelling zou wel graag een keer de host willen zijn van groene paper. Laat het ons weten. En dan hopen we elkaar in ieder geval volgend jaar weer te zien. Yes, of morgen. Tot morgen of tot het volgende jaar. Oké, doei. Dag. Dankjewel. Doei. Dank jullie wel. Roemi en Joey, blijven jullie één tel hangen? Ja, is goed. En Thijs misschien ook wel. Wordt het allemaal gewoon nog opgenomen, maar dat maakt niet uit. Iedereen mag blijven. Ik heb ook nog een vraag, misschien voor Duurt als het nog kan, voordat ik ga. Ja, natuurlijk. Want ik ben, er is een consortium aan het vormen met, voor de NWA en de NWO, zeg maar, om zeg maar onderzoek te doen naar hoe het duurzaam onderwijs, of hoe het onderwijs kunnen verduurzamen, van peuter tot pensionado. En de focus lijkt te gaan op de VO, dus op de middelbare scholen. Dus ik heb nu meteen hierna een meeting daarover. Want 9 juni is volgens mij de deadline om zeg maar de eerste pre-proposal in te leveren. Maar als je daar dus met mij over wil sparren, dan lijkt me dat leuk om daar even over te hebben. Tuurlijk. Ik heb mijn mailgegevens net in de chat gezet. Ja, en ik kan je ook misschien nog aan wat andere mensen koppelen. Maar leuk als je een mailtje stuurt. Dan doe ik. Okay. Ja. Tot de volgende keer. Doei doei. Bedankt voor de inspirerende sessie. Tot snel, Maartje. Ik wil eigenlijk alleen maar blijven hangen om te zeggen, Hulde, lekker bezig. Heel fijn verhaal. Geven jullie dit verhaal vaker of is dit de eerste keer? Want als dat laatste, geef dit verhaal vaker. Dit is, helpt ROC's erg of MBO's erg. Ja, jullie hebben wel iets in het Engels gedaan een keer voor het Finse collega's, maar verder klopt. We hebben gewoon. Ja, dat is. En dat heb je. Ja, dat vertel even, Joey, want dat is sowieso ongelooflijk in het Engels. Ik had me er al onderuit gekletst, maar. We gingen dus bij RC West een presentatie houden over de Green Office. Wat uiteindelijk voor heeft gezorgd dat zij ook zelf eentje gaan opzetten. Dat was inderdaad voor in het Engels, omdat er ook. Mensen van het buitenland kwamen die over de Green Office wilden horen. Allemaal over duurzaamheid en hoe zij het in hun scholen gaan doen. En ja, zo is het een beetje ontstaan. En sindsdien geven we ook constant lessen. Bijvoorbeeld vanochtend hebben we ook eentje gegeven aan de studenten van Zuidoost. Over de Green Office zelf, wat we zijn, wie wij doen, wat we doen. En dat is het. Ja, dat is het. De professionaliteit droop er vanaf. Dat is echt lekker. Ik zat ook nog te denken. Ik zat dus dinsdag op de Vriend. En die is dus van het, nou ja, ik weet dus niet meer welke Willem. Maar het kwam in Willem zoveel college. Wat zij heel goed doen, en daar kunnen we misschien van leren, is de realiteit op de school. Dus de energievoorziening van de school. En dat soort dingen heel erg gebruiken als motivatie voor studenten. Dus hoe tof is het, Joey, als jij rondleiding kan geven aan medestudenten om te laten zien naar de zonnepanelen en de warmtepomp en dat soort dingen. Of dat je, dus dat je echt de school zelf kan gebruiken als voorbeeld daarvan. Dat vond ik echt wel heel inspirerend. En zij, ik weet niet waar zij het geld vandaan halen, maar zij hebben echt heel veel stappen gezet. Dat is tof zijn. Ja, zij zijn echt tof. We moeten er misschien heen, maar ook met de bedrijfsvoerders daar naartoe en facilitair managers. Ja, nou dat heb ik gevraagd, dat doen ze. Ik heb een rondleiding aangevraagd voor onze facilitair. Die hebben dit nodig. Ja, ja, het lijkt me heel leuk. Ik moet weg, want er kwam al 3 keer iemand binnen die vroeg of ik wilde helpen voor het event morgen. Want dat dankjewel, Thijs. Er worden dingen opgezet hier. Ik kijk mijn ogen uit. Echt super veel dank. En de volgende keer gewoon weer fysiek, hoop ik. Oh, yes. Ja. Top, dankjewel. Ja, hey, Joey, Roemi. Mega trots op jullie. Tot snel. Yes. Doei. Okay.
Ja. Dieuwtje, mag ik jou nog spreken als je tijd hebt? Ja. Ja? Ik heb wat van Annika gehoord over dat zeilding. Ik had daar een paar vragen over. Gestuurd. Dat is in de zomer. Ja. Volgens mij is dat zo gaaf. Ja, want ik vroeg, want is het dan zeg maar zeilen naar Zweden of Finland en dan gelijk weer terug? Of ja, eerlijk, wat is de programma heb ik vandaag? Ik heb een beetje snel doorheen gekeken en ik dacht, dit is wel super cool. Ja. Maar misschien moeten we er samen even goed naar kijken. Volgens mij wordt er wel een kleine eigen bijdrage gevraagd. Maar ik dacht wel, als jij dit wil en financiën een probleem zijn, dan ga ik met je meedenken. Het leek Niet en Silke ook super tof. Dus misschien dat we een meeting met z'n drieën kunnen doen. Vieren. Ja. Wil je mij een mailtje sturen daarover? Dan ga ik even kijken in de agenda wanneer we samen kunnen komen. Als het kan een keer op dinsdagochtend. Ja. Want het is in de vakantie, hè? Ja, klopt. Wat zijn jullie toch leuk? Oké, gaan we verder over denken. Is goed, dan ga ik je een mail sturen. Ik moet namelijk ook ergens naartoe. Ik ook. Yes. Tot snel. Tot snel, doei. Deze, hier. Doei. Hallo. Hoi. Hallo.